Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie het Let's Rock Those Gents 12 Color Baked Eyeshadow Palet testen van Action. Ik heb dit palet een tijdje geleden gekocht en volgens mij kost hij nog geen 5 euro. De precieze prijs weet ik niet meer precies, maar meestal zijn deze paletten onder de 5 euro. Het is dus een gebakken oogschaduwpalet en het leek me wel leuk om deze met jullie te gaan testen in deze video. Even kijken wat de pigmentatie is en ook gewoon even zien of ik er een leuke look mee kan maken. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, kijk dan even gezellig mee met deze video. Nou, het palet is prachtig vormgegeven. Hij is gemaakt van stevig karton en is heel kleurrijk als je het mij vraagt. Ik vind hem echt wel heel erg mooi. Je hebt hier zeg maar deze afbeeldingen zijn er echt een beetje opgedrukt. Dit is dan heel glad en dit voelt een beetje als een soort, ja... Omdat het ook glimmend is, dat voel je heel erg. Het palet is gesealed, dus altijd als je zo'n palet koopt in de winkel, open even de deksel. Dan is hij dus gesealed. Ik heb de sealing uiteraard al losgemaakt. Maar hij is dus altijd gesealed. Dit zijn de kleuren die erin zitten. Zoals je kan zien zijn het dus inderdaad bolle kleuren. Het zijn dus gebakken oogschaduwkleuren. Er zit een grote spiegel in de binnenkant. En op de achterkant zie je ook een plaatje met de bijpassende namen. Van de kleuren. Er staat een ingrediëntenlijst op en een waarschuwing voor de oogschaduw. Nou ja, ik ben in ieder geval wel heel erg benieuwd. Ik zal eens eventjes een paar kleurtjes swatchen om te kijken wat de pigmentatie is. En dan gaan we zo eens even kijken wat voor look we hiermee kunnen maken. Ik heb gewoon even 4 random kleuren gepakt en die zal ik even swatchen. En dan is dit de pigmentatie. Zoals je ziet, die lichte heeft er wat meer moeite mee. Deze zijn iets intenser, maar die gouden valt een beetje weg voor mijn gevoel. Maar dit is in ieder geval hoe het palet is vormgegeven. Ik zal ook even de namen opnoemen. Je hebt Heliotrope, Aquamarine, Blue Zircon, Topaz, Sapphire, Gold, Ruby, Orpiment, Aurora, Boreals... Jonquil, Crystal en Light Rose. Dat zijn dus de namen. Ik ga eventjes een haarbandje in doen. En dan gaan we gewoon eens even kijken wat voor look we met dit palet kunnen maken. Let vooral niet op mijn wenkbrauwen. Die zijn vandaag een beetje te donker uitgepakt. Ik heb een experimentje gedaan. Waarin deze kleur dus een paar dagen zou blijven zitten. Wel wat zou vervagen. Maar ik bracht het op. En het viel een beetje te donker uit. Dus ja, ik ben er ook niet helemaal tevreden over. Goed, tijd voor een look. We gaan beginnen met de ooglook en ik ga beginnen met de paarse kleur, de Heliotrope, deze grote kleur. Het handige is dus dat er een spiegel in zit, dat vind ik zelf wel heel fijn, want dat is toch wel vaak iets wat ik mis bij sommige palettes. Dus ik ga daar gewoon eens eventjes een beetje van aanbrengen. Hij zit goed op mijn kwast, dus dat is altijd goed. Ik breng hem dus aan in de arcadeboog. En ik heb deze net geswatcht, toen vond ik hem niet heel fantastisch. En ik moet zeggen dat ik hem nu met aanbrengen best wel intens vind. Dus dat is best wel leuk. Ik heb hier trouwens ook een blogpost over geschreven. Ik zal die link ook even in beeld neerzetten. Of in de beschrijving moet ik zeggen. Want daar kun je dus ook nog een andere look mee zien. Want ik ga er dus ook nog een andere look mee maken... voor een blogpost, maar die laat ik dus niet in deze video zien. Hij is best wel intens al, dus je hebt er niet heel veel van nodig, want hij bouwt best wel goed op. Zijn jullie fan van de palettes van de Action eigenlijk? Ik zelf wel heel erg. Ik merk ook dat er heel veel nieuwe uitkomen, maar ze momenteel bijna niet in de winkel liggen. Dat is wel een beetje jammer. Maar oké. Ik vind deze paarse kleur wel heel top. Nou wil ik eigenlijk een beetje diepte creëren met de oranje kleur. En dat was de kleur Topaz. Dat is dus dit kleintje hier zo. Deze oranje. Nou wil ik dus kijken of ik daar een beetje diepte kan creëren. Precies op het lijntje. Ik weet niet of dit mooi gaat vallen. Ik vind normaal paars en oranje een mooie combinatie. Maar of dat bij deze ooglook zo gaat zijn, dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Ik
geloof niet dat je hem ook heel goed ziet hoor, in combinatie met dat paars. Het was leuk bedacht, maar ik geloof niet dat dit een hele goede uitwerking is. Waarschijnlijk had ik eerst voor de oranje moeten kiezen en dan de paarse, maar ja. Soms maak je keuzes, want ik merk ook dat de paars nu een beetje wegvalt. Maar goed, ik ga het zometeen toch blenden. En dan zien we het wel. Als er nog wat bij moet, kan er altijd wat bij. Ik zie dus wel dat je die paarse kleur heel makkelijk wegveegt. En dat is wel een beetje jammer. Maar oké. Ik had mijn ogen trouwens van tevoren ook al eventjes geprimed. Met een oogschaduwbasis. Ik ga het eens eventjes met elkaar blenden. Even kijken wat dat doet. Want ik heb echt wel het idee dat het een beetje is wegvervaagd. Nou, zeg maar gewoon gerust heel erg. Dus ik ga gewoon die paarse kleur weer een beetje aanbrengen. Die vond ik toch wel heel tof. Ja. Ook bij mij gaat er wel eens iets mis, jongens. Dan denk ik dat we het gewoon alleen maar die paarse houden. Want die oranje die veegt het dus weg, zoals je kan zien. Leuk idee. Slecht uitgevoerd. Dan ga ik gewoon die paarse kleur een beetje, heel klein beetje blenden. Ik wil natuurlijk niet dat die weer heel erg wegvaagt, maar in ieder geval even de harde lijnen eruit. En dan laten we die oranje kleur voor wat het is. Dan vind ik hem zo wel heel leuk. Nou wil ik eigenlijk met de kleur Ruby wil ik aan de buitenste ooghoek werken. En dat is dus deze roze kleur, zoals je kan zien. Ja, ik heb al besloten dat het weer een beetje paars-roze wordt. Ik weet niet, ik hou er altijd wel van. Ik vind het altijd heel persoonlijk, want de een die vindt iets heel mooi en de ander denkt, nou wat heb jij nou gedaan? Die stempel ik er een beetje op, zoals altijd. Nu durf ik helemaal niet meer hard te vegen, want ik ben nu natuurlijk heel erg bang dat die paars nog meer gaat vervagen. Omdat ik dat net heb gezien. Sorry voor het achtergrondgeluid. Het is hier altijd zo, ik heb 3 katten en altijd als ik een video ga opnemen, moeten hun op een of andere manier op die kattenbak gaan. Ik weet niet wat dat is, volgens mij is dat gewoon treit in je baasje. Leuk kleurtje ook. Leuk, ja. Hebben jullie dat soms ook, dat je ene oog beter lukt dan het andere oog? Nou, ik heb dat nog wel eens. Dan vind ik mijn ene kant super mooi en dan denk ik bij de andere kant, nou, dat had beter gekund. Maar ja. Ik vind hem zo mooi. Ik ga hem even zachtjes blenden. In de hoop dat ik hem niet helemaal wegblend weer, maar... Oh, hij is wel leuk. Tenminste vind ik, hè. Dit vind ik altijd heel persoonlijk, want de een kan het hartstikke leuk vinden en de ander denkt, wat doe jij? Dan wil ik eigenlijk op het bewegend ooglid die... Hier die light rose aanbrengen. Dat is dus deze. Ik weet niet of het een succes gaat zijn. Ik heb voor mijn gevoel al best wel wat fouten gemaakt met deze ooghoek. Maar laten we het gewoon proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dat zeggen ze wel eens. Maar kijk, als hij echt niet mooi tot z'n recht komt, dan... Oh, jawel, je ziet hem wel. Ja, ik vind het eigenlijk best wel mooi. Oeh, als je hem ophoudt is hij echt wel heel erg mooi. Je zou hem natuurlijk ook nog mooier kunnen krijgen door bijvoorbeeld een beetje met je kwast met wat fixing spray nat te maken. Dan wordt hij soms nog wat intenser, maar ik doe dat in video's eigenlijk nooit. Sowieso vind ik dat je oogschaduw er niet per definitie mooier van wordt en ik vind het toch wel... beter om het gewoon echt te laten zien hoe de kleur dan is, zonder dat je trucjes moet gebruiken.
Ik vind hem leuk. Nou ga ik met een heel licht kwastje ga ik in de kleur... Moet ik even heel goed lezen hoe die heet. Aurora Borealis. En dat is dus dit lichte kleurtje. En die wil ik een beetje aanbrengen aan de binnenkant van mijn ooghoek en op mijn wenkbrauwpot. Om het net even iets strakker te trekken. Van die wenkbrauwen valt toch al niks meer te maken. Maar oké. Okay. Niet verkeerd. Ik vind het altijd net iets mooier, zeg maar. Ik vind het ook altijd wel fijn als er zo'n soort kleurtje in zit. Nou, dan is dit de ooglook hoe die er nu uitziet. Ik zal hem eventjes gaan afmaken met eyeliner, mascara en een oogpotlood. En dan kom ik bij jullie terug om het even te laten zien. En uiteraard staan we dan even stil bij wat ik van dit palet vind. Dus ik ben zo bij jullie terug. En zo ziet de look eruit als hij dan af is gemaakt met oogpotlood, mascara en een eyeliner. Ik vind hem zelf wel heel leuk geworden. Ik vind hem niet heel verkeerd. Dus ja. Ik ben er wel heel blij mee, moet ik zeggen. Nou, wat vind ik nou van het Let's Rock Those Jets Eyeshadow Palette? Ik moet zeggen, ik vind het wel een heel leuk palette. Ik vind de look uiteindelijk toch wel heel mooi geworden. Bij de zwart zag ik eerst dat die paars niet zo mooi tot zijn recht kwam. En die kwam eigenlijk bij de ooglook zelf heel mooi uit. Het was een beetje jammer dat die vervaagd werd door die oranje kleur. Dat is me ook nog niet eerder overkomen. Maar ik zag ook dat ik het heel makkelijk kon oplossen. En dat het de ooglook niet heeft verpest voor mijn gevoel. Dus ja, ik vond de kleuren die ik nu heb gebruikt gewoon eigenlijk een prima pigmentatie hebben. Je kunt ze mooi opbouwen. Dus wat dat betreft ben ik wel heel tevreden. Zijn het hele kleuren die misschien heel speciaal zijn? Dat denk ik niet per se. Omdat je dit soort kleuren wel vaker ziet terugkomen in oogschaduwpalettes. Maar ik ben toch al met al best wel enthousiast over dit oogschaduwpalette. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie vonden van de ooglook. Of dat het jullie ding zou zijn. Of dat je het een palette zou vinden die je absoluut zou laten liggen. Laat het zeker even weten in de comments. Ik ben in ieder geval heel blij met het palette. En ik ben benieuwd wat voor andere looks ik hier nog mee ga kunnen maken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf door op die rode button te drukken. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doeg!